is Klaas de Poel. Ik rij in een Mercedes 250 TD van 1986, de W124 serie. Gekocht met 2,1 miljoen kilometer. Nou, een avontuur op zich. En hij is beplakt met de ouderwetse service tekst erop van Mercedes. Ja, nu rijden we in een auto met 2,1 miljoen en normaal heb ik auto's die hebben nog geen 100.000 kilometer. En zijn ze spik en span en vooral technisch perfect. Alleen ja, nu rijd ik in eigenlijk de slechtste auto die erbij staat. Maar ja, wat is slecht, 2,1 miljoen. Dat heeft hij dan maar even gedaan, dat oude beestje. Het technische gedeelte, je ziet gewoon wat onderdeeltjes, ja, het houdt er een beetje mee op. En dat is ook niet meer als logisch met deze kilometers. Ja, je weet bij Mercedes diesel van deze bouwjaren, 250D, er zijn liefhebbers die noemen het bonanza effect. Ik noem het gewoon het schokkend effect. Maar je moet er even mee leren rijden. Alleen, als alles mooi fris en fruitig is, kun je ervan uitgaan dat hij wat minder schokt. Maar deze is wel heel extreem op dit moment. Een Mercedes-Benz met hoge kilometerstand, dat is niet echt bijzonder. Zeker als het een diesel is niet. Maar 2,1 miljoen kilometer, dat vind ik wel echt een hele prestatie. En eerlijk gezegd, het is een hele prestatie. Maar je voelt het er in dit geval wel aan af. Want mijn hemel, dit rijdt eigenlijk niet echt lekker meer. Er is niet normaal mee weg te rijden. Bij het accelereren schudt het alle kanten op. Hij is zo slap. Als een emmer behanglijm, heb ik iemand ooit horen zeggen. Nou, dat is hier ook wel op van toepassing. Ja, en het ziet er allemaal ook een beetje afgeknaagd en gescheurd en gebarsten uit. Dus, tja, dat kan ook niet anders na die kilometers. Maar heel vrolijk word ik er op een of andere manier toch niet van. Tijdens het rijden voelden we al dat het heel moeilijk is om soepel op te trekken met de Mercedes. De hele auto begint op en neer te bewegen. Hij rijdt een beetje neukerig, zeggen we ook wel eens. Dat heeft onder andere te maken met de manier waarop het mechanisme werkt waar je gas mee geeft. Daar hoort een dempertje op te zitten die zorgt dat dat niet heen en weer kan gaan bewegen. Nou, dat werkt in ieder geval niet meer. Het is gewoon helemaal... Brokant. Dood op en versleten. Nou, die handschrijf is eigenlijk het beste deel van je aan. De onderkant van de Mercedes, tja, die spreekt eigenlijk voor zich. Op zich is die kurk droog. Ik denk omdat er aan schoongemaakt is door iemand. Maar die roest, jongens. Op verschillende plekken zitten er vuistgrote gaten in de bodem. Er is ook een en ander aan hersteld. Veel aan gelast in het verleden al. Het heeft alleen niet mogen baten. Op een gegeven moment is het gewoon klaar met zo'n auto. Nou. Na 31 jaar kun je hier en daar natuurlijk wat roest verwachten. En in deze Mercedes zitten dan ook wel een aantal flinke gaten. Hey Joep, ja, 2,1 miljoen kilometer, dat hebben we nog nooit eerder gehad. 31 jaar oud is hij al. Ja, ik heb natuurlijk even meegekeken, die auto is al... Een beetje aan het eind van zijn Latijn, hè, volgens mij. Ja, ik vind het lastig. Wat moet je zeggen na zoveel kilometers en op zo'n leeftijd? Ja. Hoef je niet te verwachten dat er nog heel veel van een auto over is. Het lijstje met defecten is relatief kort, eigenlijk. Ja. In het kader van wat er niet op zit, dat kan niet kapot. Nou, dat heeft Mercedes ook bewezen, wederom. Alleen hij is gewoon moe gestreden. Ja. Hij is op, dood op en versleten. Althans,
voor onze begrippen. Ja, vooral de bodem, de carrosserie ziet er eigenlijk ook nog wel goed uit. Als je hem zo vanaf de buitenkant bekijkt, is die helemaal niet zo lelijk. Maar ja, het is een dun schilletje waar je op heel veel plekken heel makkelijk doorheen prikt. Voor Nederlandse begrippen is zijn levensduur echt helemaal uitgeknepen. Het maximale is eruit gehaald. Dus ik denk dat hij in een ander land nog een heel leven te gaan heeft. Maar voor hier is het gewoon over en uit. Nou ja, de bodem was al krokant, dat wist ik ook wel. Voordat ik hem kocht, we hebben dat ook al verteld. Maar dat hij zo krokant van onderen was, had ik nog niet verwacht. Alleen een leven in Nederland krijgt hij in ieder geval niet meer. Ik denk dat hij gewoon bij een verzamelaar blijft of terecht komt. Als ik ga verkopen, is het in ieder geval niet aan een particulier die wil gaan rijden.